Na 6 weken therapie gaat het ook bij de Malcolms iets beter. Gabrielle trekt meer naar haar vader. Hij mag vanavond voorlezen. She's asking more for her dad. When we come home from school, she's like, where's my dad? And is he gonna come home soon? Where normally she couldn't care less. Navalet laat de teugels vieren. Ook als Gabrielle in haar oude patroon vervalt. Soms mag ze zelfs haar eten laten staan. Ze mag 's avonds cornflakes en vraagt om een tweede bakje. De volgende morgen blijkt dat ingesleten gewoontes hardnekkig zijn. She's gonna be shy. Look at your hair. What do you mean? Huh? What do you mean, look at your hair? Look at the poor boy's hair. De familie Malcolm op weg naar hun laatste sessie. Ze kunnen er eventueel nog 10 weken mee doorgaan. Daarover moeten ze vandaag beslissen. You can take that one, right? As you look at the whole situation. Well, I don't think we are in any means finished with in terms of getting her to eat. But the progress is continuing. In terms of compared to where we were at when we started, and now, yes, we have made you might just try it in progress, significant progress. You get a feel that you're managing the situation a lot better than it was for 5 months ago. There's a lot less anxiety. Yes. The next question is, Glenn, okay, where do we go from here? Get more review sessions. More review sessions. Na 8 weken gezinstherapie wil Navalet geen vrij meer nemen van haar werk. Het gezin gaat het voorlopig alleen doen. One thinks of adolescence, of course. You know.